En dan nu? Hallo kijkers, er rijden minstens zo'n 50 bussen per uur door de Augustijnenstraat en de Burgtstraat. Dat is een beetje overdreven toch, vindt u niet? Dat is al jaren een probleem en niemand lost het op. Er gaat een gerucht dat de busdienst betaald wordt als er geen bussen door de Burgtstraat kunnen. Dat betekent dat voor elke bus die niet over de afgesproken route kan rijden, dat ze daar een vergoeding voor krijgen. Twee keer per week markt, dus de bus kan niet door de straat en het vervoersbedrijf krijgt een vergoeding. Vreemde afspraak, gaan we eens uitzoeken of dat waar is. Maar kan er nou echt geen andere oplossing voor deze idiote drukte 7 dagen per week? Jawel, de buslus. Zet een gratis zonnetreintje in. Dat vertrekt op plein 44 door de Augustijnenstraat, Burgstraat, over de voorweg naar de Waalkade, langs het labyrinth en via het Joris Ivensplein en langs het Kronenburgerpark weer omhoog naar plein 44. Dan door de Bloemenstraat langs het Kolpinghuis naar het station en dan via de Schaakmatonsingel naar het Keizerkarenplein, over de Bisschop Hamerstraat en de Van Welderenstraat naar de Stadswinkel, via de Hertogstraat weer over de Burgstraat en de Augustijnenstraat naar plein 44. En dan de tegenovergestelde route de hele dag maar door. Heen en weer. Gratis voor de mensen. Om de 10 minuten overal opstappen en het is afgelopen met de 50 bussen per uur in de Burgtstraat. En de Stadswinkel is ook weer met de bus bereikbaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En overstappen op alle andere buslijnen kan uiteraard gewoon op het busstation bij het station.